Na 40 jaar onafhankelijkheid is het goed dat Suriname internationaal positief wordt uitgedragen. Dit zegt Shanti Perkash Mohan Persat, directeur van Natraach TV Media. Het eerste multiculturele tv-station dat sinds 1995 tv-programma's maakt en uitzendt via de kabelgebieden Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en omstreken. Naar zeggen van Mohan Persat kijken in Nederland bij kans 1,2 miljoen mensen naar Natraat TV. De afgelopen drie jaar is het station ook operationeel in Suriname met een regelmatige ondersteuning van Suriname Airways. Toen we jaren terug begonnen, was het gelijk raak, zegt de directeur. Raak, want je hebt natuurlijk een heleboel mensen. Als je praat over oude vandaag, of mensen die ziek zijn, die niet naar Suriname kunnen komen. En toen wij daarmee begonnen, zeg maar, binnenland, uh, reportages hè, over boven Suriname, uh, ja, Botopassi, bepaalde rallyvallen, Al die dingen hebben wij gecofferd en nog steeds. Nou, het is want We krijgen echt ontzettend uh, positieve reacties, uh, en daarom zijn we daar. Dus nu ook mee bezig hier in Paramaribo zelf. We hebben nu ook een media-officier. En we zijn blij dat we nog steeds de ondersteuning hebben van de mensen hier in de Suriname. En denkt u, denkt u zelf dat het diaspora-beleid belangrijk is om te onderhouden tussen Suriname en Nederland? Nou, kijk, we hebben één gemeenschappelijke noemer, dat is de taal. Hè? We, we, we praten allemaal Nederlands. En natuurlijk is, uh, laten we zeggen, de mensen houden van Suriname. Suriname is een fantastisch land. Er zijn vele, vele mogelijkheden. En onze goal is om Suriname, de, 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 zeg maar de beeldvorming van Suriname positief impact te geven. De empowerment ook naar onze mensen in Nederland. De plannen voor de naaste toekomst liggen klaar. Mohan Persaten wil met Natraatje TV het Surinaams ecotourisme in Nederland. en eventueel ook in de Verenigde Staten promoten. Tsunami heeft natuurlijk een heel uh, mooi uh, binnenland gebeuren. Je, je hebt verschillende. Er zijn ook een heleboel resources die aan het ontwikkelen zijn. En de mensen die willen natuurlijk ook wat nieuws. Het is niet altijd de Blauwe Zee en, en stranden, maar ook dus het eco-gebeuren. Wij vinden dat het uh, uniek is in de wereld. Ja, we weten Conser Conservation International. Tsunami is, is een fantastisch uh, gebied. Ik ben, vaak, ik ben ook naar Palameu geweest. Ik ben in bepaalde gebieden ben ik geweest. En dat is een van de dingen die wij ook door middel van uh, drone reportages. Uh, en dergelijke uh, willen blijven laten zien. En ik, uh, uh, ik ben er ook trots op dat er een aantal Amerikanen in Californië onze uh, uh, programma's volgen. Want ik, heb, ik zit in een soort netwerk en het wordt, uh, de links worden doorgestuurd. En ik praat dan ook over uh, gerenommeerde artiesten die in Los Angeles wonen. Die, uh, er schijnen nu een aantal mensen die zelfs hier naartoe willen komen. Ik ben in onderhandeling met, uh, met de directie ook van, uh, van uh, een bepaalde maatschappij om daarover te praten. Dus uh, ik probeer ook daar een steentje bij te dragen. Tot zover Shanti Perkash Mohan Persat, directeur van Natraat TV Media. Hij sprak met onze nieuwsdienst over het diaspora gebeuren en het positief promoten van Suriname in Nederland en de VS.